ik heb er geen zin in en jij hebt er geen zin in. Gaan we hier nou met z'n tweeën lekker zitten en geen zin hebben of gaan we nog wat doen? Vandaag ontmoet ik Maarten en deze tukker werkt als sportcoach bij het Leger des Heils in Enschede. En sportcoach, dat zit hem als een jas, want bewegen en motiveren, dat zijn synoniemen voor Maarten. Waar ik benieuwd naar ben, hoe motiveer je stilstaande mensen om in beweging te komen? Piero, partijtje. Tot ziens. Gaan we ballen vangen. Kom maar. Goeie bal. Oei, 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 oei. Goeie bal, jammer. Wissel, kan je doorlopen wisselen? Doe jij maar even bij hem. Even een change. Hey Maarten. Hallo. Hebben ze je lekker aan de slag gezet? Ja, we zijn bezig. Ja, de deelnemers zijn aan het sporten nu. We zijn aan het tennissen. We zijn van de dagbesteding van hiernaast. En die sport hier altijd een vast moment? Elke ochtend kunnen ze hier sporten. Hier heb je de tennis, daar hebben we voetbalveld, basketbalveld. Ja. En wat doe jij dan? Ik motiveer ze. Ik zorg dat ze zin hebben om te gaan sporten. Het grote probleem bij deze deelnemers is vaak hun eigen gebrek aan zelfvertrouwen en een heel laag eigenbeeld. Dus die denken dat ze er niet toe doen. Motiveer mij dan eens. Wat kan ik doen? Want ik word van stilstaan, want ik altijd een beetje kriegel. Kom maar. Zijn je er klaar voor? Kom, kom. Goed, ja. Wat is jouw doel met wat je hier doet? Mijn drijfveer is om de medemens te helpen, om de deelnemers te helpen. Ze hebben heel veel problemen, schuldsanering, bewindvoering, verslavingsproblematiek, noem het maar op. En ze zijn nu even, dat zie je, ik denk dat nu niemand bezig is met zijn problemen. En dat iedereen alleen maar denkt, hey, ik ga even wat leuks doen in een groepje. En op het moment dat ik zie dat mensen tevreden zijn, op het moment dat ik hoor dat ze na de tijd bij mij komen, zijn maten. Ik heb heel veel shit en ik heb er echt helemaal geen zin meer in. Maar als ik even bij jou ben en ik kan even vergeten wat er allemaal aan de hand is, wat er gebeurt. Ik vind het lekker om even in beweging te zijn, dan heb ik mijn doel op dat moment bereikt. Vlak naast het sportveld bevindt zich Huis en Haard. Een woonvoorziening van het Leger des Heils voor mensen met psychiatrische problemen. Een aantal keer in de week ga ik hier naar de afdeling om naar de deelnemers toe te gaan. Te kijken of ze mee willen met een stukje beweging, een stukje wandelen. Of dat ze mee gaan fitnessen. Kijk. Ja. Ha, kerel. Hoi. Hoe is het? Mooi, kom beter. Kom beter, zeg je? Ja. Ik ben zwaar aan het trommelen met mijn nek en mijn rug en mijn schouders. Ja. Ik kom net van de specialist aan. Een neuroloog. Waardeloos, hè? Ja, echt heel waardeloos. Normaal kom ik altijd bij je om te kijken of we even kunnen wandelen. Ja, is goed. Hoe laat? Zeg maar. Morgen vroeg, 10:30. Morgen vroeg, 10:30. Doe je de goede schoenen aan? Nee, ik heb deze schoenen gekocht. Die zijn goed. Die heb ik gekocht. Ja, daarom. Roelof, ik ben nog even benieuwd. Ik ben Chris trouwens. Hoi. Wat betekent het voor u dat Maarten met u gaat wandelen? Ja, weer het contact herstellen. We hadden al contact, maar we moeten het even wat dieper doen. En ik moet ook van een neuroloog meer bewegen en meer wandelen. Wat is een mooie eigenschap van Maarten? Zijn doorzettingsvermogen. Omdat ik het vaak laat afweten en Maarten nooit. Is het goed om door? Nee, dat ben ik serieus. Ja, nou, dan gaan we daar gewoon mee door, hè? Ja, 10:30. Morgen vroeg 10:30. Zien we wel. Ja? Oké. Hey, bedankt. Maarten is altijd in beweging en organiseert van alles. Zo begeleidt hij 2 keer in de week fitnesslessen. Ja. Kijk eens. In de fitnessruimte. Wauw. Er komen zometeen 4, 5 deelnemers en dan gaan we met z'n allen lekker fitnessen. In het midden? Ja. Schuif hem maar naar voren. Dan doen we de loopband vast aan. Nee. Hier is liftjoggen. Dan mag jij aan het joggen. Doet hij het? Pak ja, dit, van? Hij doet het. Ja? Mag ik eraf? Okay. Nee, tot over 30:30. Zeg maar, in de ene kom. Je loopt elke week wat langer. Ik heb het een beetje in de gaten. Ik heb een beetje geobserveerd, zie. Dat weet je zelf wel. Hey Tjano, gaat het lekker? Gaat lekker in met deze deelnemer. Hartstikke goed. Gaat helemaal goed. Hey, want jij leidt deze fitnessklas. Ik leid omdat ik... mijn carrière was kapot met kickboksen. Ja. Waarmee te dealen had. Vrouwtje weg, koophuisje weg. En... kinderen heb ik gelukkig nog. Als je wat zwaar hebt gedaan, dan doe ik je laatste 20 seconden. Ga denken, meid. Hoe lang
Ken je Maarten al en wat voor invloed heeft hij op je gehad? Maarten ken ik al sowieso toen ik pas mijn intakegesprekken bij hen doet. Maarten heeft me altijd wel iets in mijn gezin en meteen ook met mij contact houden en alles. Mogelijkheden gaf hij mij, ruimte geeft hij mij, nou wat wil ik nog meer. Guys! Kom maar! Welkom! Ja, goed zo! Kom, sorry! Toen je hier in het begin kwam, hoe zat je erbij? Voor mij was het heel slecht, ik wist het zelf niet eens meer. Maar het was wel zo dat ik dat nou weer van Maarten, dat hij mij meer vroeg om te wandelen. En toen was ik 10 meter van huis af en toen ging ik weer terug. Ik denk weer terug, waar ik wegkom. 1, 2, 1. Hoe is het nu? Ja, nou, heel ver. Ik ga zo meer naar Berlijn overal in. Ja? Ja, mooi. Dat is fijn. Ja. Hey, okay, box. 17, 18, 19. Dat was het. Klasse, we krijgen een applausje van allemaal. Yeah. Yeah. Even kijken, dit kan in de rek, denk ik. Ja, even niks doen, hè. Ja. Voor jou was het afgelopen jaar ook niet eenvoudig. Nee, soms heb je een jaar dat het zelf ook niet lekker loopt. Ik moet zeggen dat ik daar in het begin wel op werkgebied ook wel een beetje last van had. Wat is er gebeurd? Mijn moeder is overleden, plotseling. Eind vorig jaar. Ik heb ook een maand niet gewerkt, tijd gekregen om het een plekje te geven. Ik heb het wel een beetje bespreekbaar gemaakt, want ik heb gemerkt op het moment dat ik over mijn eigen problemen begon, of problemen, de gebeurtenissen het laatste jaar, dat zij zoiets hebben, Maat heeft ook dingen die hij meemaakt, dus dan kan ik mijn problemen ook makkelijker vertellen. Dus door zelf open te zijn, ontstaat openheid of zo? Ja, ontstaat de openheid bij een deelnemer. Wat had dat voor effect op jou? Ja goed, je moet het verwerken. De eerste tijd ben je eigenlijk bezig met het gemis. Probeer je het een plek te geven. En dat is nog niet over, alleen de scherpe randjes die gaan er op een gegeven moment wel vanaf. Je gaat niet meer naar de kerk, nu af en toe weer wel, maar ook door de... Door deze omstandigheden ben ik er weer af en toe gekomen. Ja? Ja. Wat? Nou, samen met ons gezin, gedachtenis voor mijn moeder, sowieso het overlijden en eromheen. En dat het ook wel prettig is om af en toe met je gedachten en ook met je verdriet ergens te kunnen zijn wat een goed gevoel geeft. Wat is dat goede gevoel? Ik denk de soberheid en de rust van de kerk. De plek aan zich. De rust die er hangt in zo'n gebouw. Mobielweg. Social media weg. Gewoon gaan zitten. Eén met je gedachten. En af en toe is dat heel confronterend. Af en toe stap je uit de kerk en dan denk je, ja, nou kan ik weer tegenaan. Goed zo. Morgen mag ik ze weer motiveren. Gaan ze donderdag weer mee. Hoe motiveert Maarten anderen om in beweging te komen als hij zelf niet lekker in zijn vel zit? Hij heeft een mooi voorbeeld van een open gesprek met een vrouw die hij aan het sporten probeerde te krijgen. Wij hebben op een afdeling waar deelnemers zitten die fysiek minder in staat zijn om echt actieve sportvormen te doen. En zij zat op haar bed en ik zat ernaast en het was niet zo heel lang na het overlijden van mijn moeder en zij wist het. En ik had eigenlijk geen zin om daar naartoe te gaan, omdat ik wel weer iets verwachtte dat het helemaal niet goed ging. En dat was ook zo. En toen zei ik op een gegeven moment, niet met een schelwoord, maar wel iets van potverdikken of zo. Ik heb er geen zin in en jij hebt er geen zin in. Gaan we hier nou met z'n tweeën lekker zitten en geen zin hebben of gaan we nog wat doen? En toen had zij zoiets, oké. Ja, nee. Niks doen heeft ook geen zin. Dus toen zegt ze, pak de rollator maar, gaan we oefenen. Dat is ook wel weer mooi. Aan het einde van de dag gaat Maarten zelf ook nog even aan de bak. En vandaag is dat op de padelbaan. Nog een keer. Hier, dit is voor mij. Voor mij. Mag ook. Ja! Ja, 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 ja. Lekker, ja! Maarten. Lekker. Lekker. Mooi dit. Wat een fijne vent die Maarten. En wat ik vooral mooi vind om te zien is dat hij de deelnemers de ruimte geeft en verantwoordelijkheid geeft. Want daardoor gaan ze groeien. Dat hebben ze nodig. Wil je meer weten over geloof en zingeving? Volg ons op social. Hoi!